Silly when you talk in this language. Why is it silly? It's strange. You're okay? I want to do it in your language. You want to talk? You can talk in my language. How? This is our opermarine, but I want to do it in your language. You say, dit is onze opermarine. That's what. Dit is? This is? Onze opermarine. I'm coming. You're coming to. Helemaal. Eigenlijk wou ik het begin van deze video alleen filmen, maar ze wilde heel graag bijzitten. Dus ik doe het maar gewoon samen. Het is nu zaterdag en het is 11 uur en ik werk dit weekend. Ik pas op de kinderen. Omdat de ouders hun weekenddienst draaien, omdat ze dokters zijn en dus soms in het weekend werken. En over het algemeen werk ik gewoon dan de hele dag in het weekend, want ze werken dan van 's ochtends tot 's avonds laat. Vandaag tot minstens 10 uur en morgen tot 12 uur. Dus dan ben ik gewoon de hele dag alleen met de kinderen en dan kan ik zelf invullen wat ik wil doen en wanneer ik dat wil doen. Omdat ze verder geen verplichtingen hebben zoals school en zwemmen. Dus in deze video ga ik gewoon laten zien wat ik dit weekend ga doen. Het weer dit weekend is heel slecht. De temperatuur is oké, maar het waait heel hard en het regent de hele tijd. Dus we zullen vooral veel dingen binnen gaan doen. But we will have fun. Nou. Dus dat ga ik in deze video laten zien. Wat ik nog wel erbij wil zeggen, ik mag gewoon filmen alles hier. Daar hebben ze geen problemen mee. Maar ik mag niet hun namen zeggen, dus ik zou gewoon zeggen... hem en haar of wat dan ook. Zodat het wel een beetje voor hun privé blijft. Dus dan weten jullie dat. Wat? Holland. She's from Holland and I'm from Australia where I am right now. And she's came to see me. Are we going to make Santa? Yeah. We're going to make Santa and you can make whatever else you want. But they have to be Christmassy. Because it's almost Christmas and... in the summer. That's weird. And it's in the summer. It is weird for her, but not for me. Because I live here and she doesn't. Where do you have Christmas at? When it's winter, when it's... we have Christmas when it's winter. So when it's really cold. It's really cold in my country now. Because there's kangaroos out here, none people. Where the kangaroos are not here now. Thanks. Voor de mensen die het willen weten, we hebben kangaroos in de tuin. Ik woon in... oh yes, I need to talk too. Yeah. We wonen in een huis in de bush. We making stuff and I have... en s'avonds... Thomas, it's freezing. Your hands are freezing. Ja. S'avonds komen er dus kangaroes. Dus dat is heel bijzonder voor mij. Voor hun is het echt heel normaal dat hier dus ook avonds kangaroes komen.
ziet is het vandaag echt super rustig. Het regent echt al de hele dag. Maar we hebben nog maar 2 luiers. Dus ik moet naar de winkel om luiers te halen. En alles is best wel ver weg. Wauw. Alles is best wel ver weg. Dus ik moet nu een kwartier rijden naar de supermarkt. Alleen om een pak met luiers te halen. Maar dan zijn we in ieder geval wel even weg van huis. En ik vind het niet erg om te rijden. Are you in a different color? Dus. Voor de rest is vandaag echt heel rustig. Maar het is ook weekend en slecht weer. Dus het is niet altijd zo. We've been listening to Christmas songs the whole morning. Keep Christmas songs. We'll do Christmas on the way back, okay? I do the way to the shops and you do the music on the way back. Deal? Okay. You get a part, Thomas gets a part. Yeah, Thomas gets a part too. So first it's your turn right now. Yeah, this is my turn. We've got the shop right here. Can you see it behind you? Can you switch it behind? You see, that's the place where it's behind you. Did you see it? It's cool. Show it again. No. And we're almost here and we're still driving. We're not. Okay, that's it. We're not driving anymore. We just parked right now. We gaan nu luiers halen. What did you just say? We're going to get some nappies. And Thomas is still doing the potty training. That's why we get some nappy. Okay, doei. Het is ondertussen alweer 7:30 en de kinderen staan nu onder de douche. Ik denk dat heel veel mensen gaan denken dat het toch super laat is, maar de kinderen gaan echt super laat naar bed. In Nederland zouden de kinderen denk ik nou al naar bed gaan van deze leeftijd, 2 en 5. Maar zij staan nou onder de douche en we moeten straks nog eten. Ik moet nog zo koken, echt heel anders dan in Nederland. Ik ga ze onder de douche vandaan halen en dan ga ik koken. I can light a candle. God can light a star. Once upon a time, there was a fruit tree. Het is 8:45 nou en de kinderen liggen in bed. En ik hoop dat ze snel gaan slapen. Het naar bed brengen duurt hier echt best lang. Ik weet niet hoe ik dat deed toen ik klein was. Maar ik kan me niet herinneren dat het zo lang duurde. Dus eerst vertellen hun vaak een verhaal. En dan lees je een boek. Dan zing je wat liedjes als ze dat willen. Dan wil de jongste dat je bij hem in bed gaat. Blijft voor een tijdje. Anders gaat hij niet slapen. En dan kan je eindelijk weg. En dan zijn ze nog wel vaak wakker. Het regent nog steeds. Het heeft echt de hele dag geregend. Terwijl het eergisteren en de dag daarvoor 34 graden was met volop zon. Maar nu regent het dus. Zo is het hier echt altijd. Als het een paar dagen super lekker weer is, dan is het er daarna een paar dagen weer minder. En dan is het weer heel mooi weer. En de komende week blijft het echt zo. Dit weer. Maar goed, ik mag niet klagen, want in Nederland vriest het. Maar de kinderen liggen nou in bed. Ik ga nou wat dingen voor mezelf doen. Ik ga denk ik even Netflix kijken. Ik heb hier geen wifi. Dus dat is echt heel erg wennen. Je kan niet zomaar even YouTube filmpjes kijken. Thuis zit ik echt altijd op de wifi. En zit ik best veel op social media en zo. En ik heb nu nog steeds wel gewoon data op mijn mobiel. Maar zoals YouTube films kijken, dat kan gewoon niet. Maar goed, ik kan wel Netflix kijken. Ik denk dat ik dat zo nog even ga doen. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. Het is ondertussen alweer 10:00. 10:00 geweest, denk ik zelfs. We hebben net ontbeten. Ik heb mezelf een beetje klaargemaakt. En nu ga ik haar klaarmaken. Want zij heeft elke week balletlessons. En vandaag heeft ze een concert. Alice in Wonderland heet het. Het is gewoon met heel veel groepen gaan ze dus optreden. En het is om 1:00. Maar om 11:30 moeten we er al naartoe. Omdat ze zich helemaal moeten laten sminken. Ik moet dus haar nou doen hier thuis. En dan wordt de rest daar gedaan. Dus ik ga ze snel klaarmaken. Oh my God, that's good.
zit ondertussen al in de auto. We zijn dus onderweg naar Ballet. En ik denk dat het ongeveer een kwartiertje rijden is. 20 minuten misschien. Dus daar gaan we nou naartoe. Het is nu 11:55. Dus waarschijnlijk zijn we alsnog iets te laat. Maar goed. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Want ik heb natuurlijk dan wel vorige week de dress rehearsals gezien. Maar dat was echt allemaal een beetje een chaos. En iedereen deed gewoon hun eigen stukje. En nu wordt dus echt het hele ding in één keer laten zien. En er zijn echt verschillende leeftijden. Zij is dan 5. Maar er zijn ook kinderen die veel ouder al zijn. En er zijn ook, is ook één groep die zijn zelfs nog wat jonger. Dus ik vind het ook wel schattig om te zien. Maar ik denk dat ik ongeveer nog 5 minuten nou moet rijden. En dan zijn we er. Dus dat gaan we nou doen. Het is ondertussen 4:45 en het was echt super leuk. Die balletdansers waren echt allemaal vet schattig, vooral echt die kleintjes. En daarna was er ook, dat wist ik ook niet eens, van andere dansstijlen. Daar was hun concert zeg maar daar achteraan en dat was echt heel erg leuk. En eerder danste ik ook en als ik dat zie dan wil ik altijd echt graag ook weer zelf dansen. Maar het zou echt raar zijn als ik dat nou opeens weg ging doen. Maar dat was echt super leuk om te zien. De jongste is in slaap gevallen in de auto. Echt, dat gebeurt altijd waar je ook heen rijdt. Hoe hard je de muziek ook aan hebt staan. Yes? Oh, that's a pretty Christmas tree. You look pretty with your face paint. I know. You know. Maar we gaan nu in ieder geval eerst naar buiten, want het is eindelijk droog. En dat is echt fijn. Na 2 volle dagen regen. Nadat we 2 dagen hadden van 35 graden ongeveer. Toen 2 dagen regen en nu is het eindelijk weer droog. Dus we gaan snel naar buiten. Het is nu 9:15 en de kinderen liggen in bed. En ik heb dus nou vrij, soort van. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was wat ik allemaal heb gedaan. Het was echt veel lastiger om te filmen en met de kinderen bezig te zijn en allemaal dingen te doen dan ik dacht. Maar dit was dit weekend. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!